11 keer tegen Zwitserland, won 11 keer, maar de laatste keer was in 1960 en toen won Nederland met 5-0. Er staan nu, 31 jaar later, geheel andere spelers in de basis. Hier Parijs, hier Hans Briand. Parijs, voor het eerst in de geschiedenis, gastheer voor de Europese kampioenschappen hockey voor mannen. In het stadion Jules Noël, gelegen aan de Rondweg. De eerste die we daar tegenkomen is Rob Bianchi, die aan zijn laatste toernooi bezig is. En aan hem vragen wij zijn verwachtingen voor dit toernooi. Ik verwacht dat wij redelijkerwijs in de halve finale komen, waarna we de finale mogen spelen. En dan denk ik Duitsland te ontmoeten. En dat lijkt me heel leuk. Dan moet natuurlijk wel eerst het klusje tegen Zwitserland geklaard worden. En dat ging eigenlijk in de eerste minuut al meteen fout. Want de Zwitsers krijgen hier de kans om een doelpunt te maken. En het is te wijten aan de zwakke inslaan van deze Manfred Vogel. Anders was het in de eerste minuut al 1-0 geweest. Maar daarna één richting verkeer op het doel van Frank Schneider, de goalie van de Zwitsers. De eerste strafcorner en meteen daarna een strafbal. Bovenlander natuurlijk, tegenover diezelfde Kermit, oftewel Frank Schneider. 1-0, derde minuut van de wedstrijd. En Nederland bleef de aanval zoeken, maar helaas veelvuldig via het centrum. Zoals hier door Taco van der Honen, die natuurlijk wel strafcorner op strafcorner versiert. Want met name die Volker Gennerich, die nummer 4, weet niet wat hij moet doen. Het aanslaan, de stop. Bovenlander probeert het met een 1-2 om wat variatie te hebben. Schneider is dan één keer gepasseerd, maar op de lijn stond nog een verdediger. En dit is Weterings en die kan de bal net niet binnenhouden. 12 strafcorners kreeg de Nederlandse ploeg maar liefst in de eerste helft. En allemaal doordat het daar bom en bom vol was in het centrum. Weer Taco van der Honert. Gaat om de keeper heen, krijgt dan een setje. Dan wordt er nog even naar voordeel gekeken, maar opnieuw is het strafcorner. En dan wordt het natuurlijk ook tijd om eens aan een variatie te denken. Dat vindt ook Bianchi. Bovenlander, gaat hij slaan? Nee, schuift af. En dat is de tik. Weterings 2-0, 26e minuut van de eerste helft. Nogmaals, weer komen er 3 man tegelijk uitlopen in de richting van Bovenlander. En dan is zo'n variatie zo goed. En voor Weterings, voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk ook prima. Parlevliet. Altijd goed aan de bal. En dan wordt er weer zo iemand keihard van de bal afgezet. Weterings in dit geval. En opnieuw de strafcorner nummertje 12 in die eerste helft, 31ste minuut. En een exacte kopie van de doelpunt in de 26e minuut, Weterings 3-0. En of je daar nou blij mee moet zijn, eigenlijk niet. Het is natuurlijk te weinig. De aandacht bij de spelers is niet groot, maar één boodschap is overgekomen. Dat in de tweede helft meer over de vleugels gespeeld moet worden. Piri. Van der Honert. De doorlopende man is Parlevliet. Gaat handig om zijn tegenstander heen, Kennerich. Kan dan rustig voorgeven en dan is het afmaken voor Van der Honert 4-0. Zo speel je hockey tegen een tegenstander die met 11 man achter de bal speelt. Van der Honert loopt hier al wat te hinken. Zal ook het einde in die wedstrijd niet halen, want waarom zul je onnodig risico's nemen? Zwitsers komen naar voren, wordt aangegeven de buitenspel open te zetten, maar dat is niet goed. Te laat, Brinkman 5-0. Het moment is hier eigenlijk al geweest en Brinkman heeft alle kansen om uit te halen. En de enige die er nog wat aan doet is Frank Schneider. Overleg in het aanvallen, daar gaat het om. Schitterende bewegingen weer van Van der Honert. En hoeft Brinkman het maar af te maken, doet hij dat ook. Volkomen leeg doel, hoog in de hoek. 6-0, Jacques Brinkman. Aanval dan van de Zwitsers, die veelal gaan via Stefan Lauenberger. De nummer 13 van de Zwitsers, eigenlijk de enige hockeyer die een hoop beweging in huis had. Dat zien we hier. Brengt de bal ook goed in de cirkel. En dan mag Looyen opnieuw een redding verrichten. Looyen die in het veld gekomen is voor Frank Leistra. En dat alles om eindelijk ook eens een cap te hebben. Oftewel zijn eerste interland. Knappe uitbraak via Parlevliet. Die verschrikkelijk hard aangepakt wordt door Dominique Strebel. Die geeft hem hier een bemoedigend tikje, maar mag vervolgens zelf naar de kant voor minstens 5 minuten. Terwijl dan ook Parlevliet het veld verlaat. Hij heeft een blessure aan de knie, maar naar zich aan laat zien niet ernstig. De strafcorner, de enige van de tweede helft.
Schitterende 1-2 tussen Van der Honert en Bovenlander. En Bovenlander maakt het af 7-0. En voor het eerst dat je dan eens echt een blij gezicht ziet. Want zo moet het natuurlijk gaan als de echte tegenstanders komen. 1-2 en geen enkele kans voor welke verdediger dan ook. Dit is Wouter van Pelt, rechtervleugelverdediger. Ga eens even kijken wat hij gaat doen. Gaat goed naar de achterlijn, verspeelt dan de bal. Maar toont de juiste zin voor het spel. Neemt opnieuw het initiatief. Houdt de bal bij zich, gaat de cirkel in. Krijgt de bal terug van de klomp van Schneider. En scoort zelf 8-0. En dan ben je blij. Want dat gebeurt je niet elke dag als je verdediger bent. Laatste minuut. Weterings. Hard op Schneider. En een lange hoekslag. Het enige wat nu nog telt is een zo hoog mogelijk saldo. Wordt het 9-0. De kans in ieder geval Weterings. En heel snel is het Stefan Veen die ook nog even mocht invallen. Die de stand op 9 openingswedstrijd tegen de Zwitsers. Ja. In Pool A. En gisteren werd Zwitserland afgedroogd met 9-0. Hoe het vandaag verging in de Interland tegen Frankrijk hoort u van Hans Brian. Nederland speelde zonder Erik Parlevliet die gisteren zijn knie blesseerde en gespaard wordt voor de wedstrijd zaterdag tegen de Sovjet-Unie. Maar dat was natuurlijk de kans voor Stefan Veen om zijn kunsten te laten zien. En dat deed hij. Hier versiert hij de eerste strafcorner. Brinkman voor het aanslaan. En Bovenlander moet dan het karwei afmaken. En dat doet hij heel nonchalant, maar wel precies in het goede hoedje. Derde doelpunt van Floris-Jan Bovenlander in dit toernooi die met zo'n 136 interlands inmiddels de meest geroutineerde speler van Nederland is. En Nederland ging goed door. Weer is dat Veen die handig van een tegenstander wegdraait. En daarbij Jacques Brinkman de kans geeft om het af te maken. 2-0, 11e minuut. En Jacques is blij. 3 doelpunten in een toernooi tot nu toe. Dat is hem niet vaak gebeurd. Prima gelanceerd. Geen enkele kans voor de Franse goalie. Die luistert naar de naam Pascal Florin. Weterings. Goeie paas. Moet nu met de reverse stick. En stuit dan op de verdediging van de Fransen. Verdediging onder aanvoering van de Nederlandse en natuurlijk ook Franse speler Kaby van Hout. Zijn moeder is Française. Hij staat voorstopper bij de Fransen. Die zowaar hier goed terugkomen. Maar aan het afmaken in de spitsposities lopen geen spelers vrij. Maar Leijstra heeft toch de pest in, kijkt u maar. Fransen kregen veel kansen, maar doen er niets mee. En dit in tegenstelling tot de Nederlandse ploeg. Zoals hier. Prima. Met de omgekeerde stick. En dan wordt de bal van de lijn gehaald. Door een voetje. Weer is het Stefan Veen. En dan is er maar één straf. En dat is de strafbal. Kijkt u maar. Veen in de solo. Hier had al een strafcorner gegeven kunnen worden. Maar nu is het een strafbal. Een lijnverdediger op de voet. Bovenlander en Florin. En dat is altijd winst voor Bovenlander. 3-0 voor Nederland. Ja, en die lippen, dat mondje van Bianchi, dat zegt genoeg. Zoiets van kat op het bakkie. Maar Nederland ging door. Wilde nog meer. Maar moest af en toe toch ook spel de prikken van de Franse aanval verduren. Waarbij met name Chires, de nummer 11... en de nummer 13, Olivier Verwierven. Volgens betekent verlies dat voor hun het toernooi klaar is. Dus dat is op dit moment eigenlijk al gebeurd. Goeie paas op Stefan Veen. Kijk eens hoe handig die naar buiten gaat, waardoor alle ruimte ontstaat. En een schitterende afronding van diezelfde zoon van de voormalige profvoetballer van de Graafschap. 4-0, 33e minuut. Florin komt zijn doel nog uit, maar Veen kiest de goede hoek. Die zijn er altijd bij als het om hockey gaat. Kansje misschien dan nog voor de Fransen, vlak voor rust. Maar het zit er niet in. Nederland kan weer weg. Weterings. Delissen. En Veen die daar een heerlijk dagje had op die hoek. Maar daar komt dan niets uit. En dat is ook niet verbazingwekkend. Zo vlak voor het fluitsignaal.
Dat zijn de woorden van Bianchi. Zo wil hij het in de tweede helft. En dit is Obe Posma, een Nederlander die de Franse ploeg onder zijn handen heeft. Hij heeft meer aandacht, dat is wel duidelijk. Is ook nodig, want 4-0 is niet niks. Handige beweging van die nummer 10. Dat is Stefan Mordak, die bij Amsterdam de nodige naam wist te verwerven. En nu bij Amiens speelt. Hij haalt een strafcorner binnen. Mooi afgeschoven, dan gaat hij terug. En dan heeft Leistra alle geluk van de wereld. En dan zijn er natuurlijk protesten. Maar het levert niet meer op dan een lange hoekslag waar niets uit zou komen. Jazet speelde sober, maakte weinig fouten. Hetzelfde geldt voor Leo Klein-Gebbink. Dat is Mordak weer, nummer 10. Dat ziet er toch aardig uit. Keurig teruggehaald. Frank Schires. En nu het laatste stukje. Bal komt in de cirkel, dan zou je wat verwachten. Het is een strafcorner. En u hoort Leistra. 6 fouten achter elkaar in de verdediging. Het was een beetje maffe daar, maar het valt ook niet mee om geconcentreerd te blijven spelen met zo'n voorsprong. Druimers van Delissen. En de opening, die ligt bij Wouter van Pelt. Weterings en opnieuw Wouter van Pelt. Zo, wat een schitterende aanval naar een strafcorner als je een extra mannetje hebt. En zo maak je dat dan af. 5-0 via Gijs Weterings. En Wouter van Pelt was natuurlijk de grote man. Hij was de aanleiding. Het verschil in die tweede helft tussen de Nederlanders en de Fransen. Het benutten van de kansen. Cellier heeft Pontieu naast zich. En dat is natuurlijk dom, dat wegslaan van die bal. Dat was Piri. En dan krijg je een strafcorner, want daar hebben de scheidsrechters instructie voor gekregen. 5 stuks maar liefst voor de Fransen in de tweede helft. Maar ze maken er niets van. Dit is de enige goeie, gered door Leistra en geruimd door Bovenlander. Taco van der Hoornert, kijkt u eens naar zijn techniek. Hij kan eigenlijk alles met een bal. Wordt grof afgestopt, weet zich dan te herstellen, neemt weer de bal over. Gaat dan echt op de heup en vervolgens krijgt hij de vrije slag tegen. Wie het weet mag het zeggen. En dit is keeper Florijn. Veen komt er niet goed uit. En de Fransen. Kijk eens, een hele mooie beweging waarop alleen de noodrem helpt. Fiala en Cellier. Weer zo knap om Bovenlander heen. En dan is er Jazet. Die moet zorgen dat de bal geruimd wordt. Brinkman. Delissen. Die weet het niet. En zoekt Van Pelt. Weer Brinkman. Nederland bleef hockeyen, dat mogen duidelijk zijn. Maar Pascal Vey had alles gezien. Dat was Van Hout. En de Fransen spelen dan zowaar aardig hockey. Het enige overleg, het zoeken van de vrije man. Maar ja, op het laatst kom je dan weer in die oranje trechter. Bovenlander met een verre klap. Komt bij Delissen terecht. Nu moet Brinkman zich inhouden. Staat hij buitenspel. En Delissen maakt het keurig af. Brengt de eindstand op 6-0. Veel vreugde bij Nederland. En natuurlijk heel weinig bij de Fransen. Prachtig zoals Bovenlander die bal op de stick van Delissen legt. En die doet wat een aanvoerder betaamt. Ja, hij is verslagen. Keeper Florin. En de Nederlanders zijn er blij mee. Delen ze ook. En ook Rob Bianchi. Want laten we eerlijk zijn. 15 doelpunten voor en 0 tegen uit 2 wedstrijden. Ach, dat is niet zo heel slecht. En dan kun je rustig het stadion verlaten. En naar je hotel gaan om wat na te praten.
toch weer gewoon de oude Plesjakov. Maar Leistra zag het allemaal. En geeft ook zijn aanwijzingen, stuurt de verdediging en dat was ook soms nodig. Delissen en Brinkman, wat vinden die twee elkaar toch gemakkelijk? Brinkman vrije slag, net buiten de cirkel. Ayrapetyan met zijn 188 interlands, de man met de meeste caps bij de Sovjet-Unie, zet de lijnen uit achterin om de boel goed op te stellen. Maar lukt hem dat ook? Van der Honert kan makkelijk aannemen en dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan zoekt hij een voet als hij geen ruimte ziet en het is de voet van Sos Ayrapetyan. Dat is hem, die achterste man hier. Tevens de lijnverdediger en dus de man die net gepasseerd werd. Bovenlander. Op het lichaam en dan de voet van Ayrapetyan. U ziet de scheidsrechter de hand omhoog steken. En dat betekent strafbal. En de spanning natuurlijk op de Nederlandse bank. Plesjakov en Bovenlander 2-0. 28 minuten gespeeld en het zesde doelpunt van Bovenlander. Die daarmee op dit moment de topscorerslijst aanvoert. En dat is Hans Joritsma, de nieuwe bondscoach na dit toernooi. Ook hij aanwezig. Van der Honert. Prachtige beweging. Delissen. Siert de Sovjetploeg. Ze blijven hockeyen. Wordt absoluut niet naar stiks uitgehaald. En dat maakt zo'n wedstrijd dan ook aantrekkelijk. Breed. Kansje was er voor Parlevliet. Vrije slag. Beterings. Niet echt opvallend, maar hier vindt hij toch weer een voet. Het is het voetje van Jekjev, de voorstopper. Strafcorner. In het midden, Ayrapetyan. Stop. En met een keiharde push. 3-0 Bovenlander. Zijn zevende doelpunt in dit toernooi dus. Kijkt u maar. Variatie, daar gaat het om. De keeper was al naar de grond gegaan. En dus is dan die push het beste wat je kan doen. En Plesjakov wist dat. Chatvorsky. Slecht uitverdedigd. Een fase die Nederland ook in de eerdere wedstrijden kende. De tweede 10 minuten in de tweede helft af en toe foutjes. En hier loopt dat goed af omdat Plesjakov voor het doel langs slaat. Dit is hem. En die druk die bleef een beetje. Natuurlijk als je met 3-0 voor staat is het misschien ook moeilijk om de concentratie te houden. Hij was in ieder geval weg. En dan is het maar goed dat er altijd nog deze man is, Leistra, die dan op de goede plek staat, ging naar de grond en hier moet hij dan echt redden. En dat doet hij zo. Nieuw in de cirkel en via de stick van Plesjakov en een verdediger voorlangs, lange hoekslag. En weer is het Leistra die de lijnen uitzet, u hoort dat. Piri, die een sobere maar goede wedstrijd speelde. En natuurlijk ook een paar supporters, waaronder die man met die keurige snor, ome Joop van Stralen, die al 40 jaar meegaat met alle wedstrijden van het Nederlands hockeyelftal. Parlevliet, handig wat hij daar doet, maar hij is op de stick getikt door Ayrapetyan, net buiten de cirkel. De strafcorner, en kijk het vingertje van Parlevliet. Stop, afschuiven. En komt er dan nog wat uit? Nee, er komt niets uit. De Sovjet-Unie kan uitverdedigen en dan heb je meestal een mannetje meer bij de cirkel staan. Dus kansen om te scoren. Het zoeken. Want de verdediging staat goed opgesteld. Wie pakt eraan? Niemand. Pak hem buiten de cirkel, natuurlijk. Probeer de strafcorner tegen te gaan. En dat is gevaarlijk spel in de Nederlandse corner voor de Sovjet-Unie. Met 2 en met 4 is het Ayrapetyan. Afschuiven, keihard en weer ligt Leistra op de goede plek. Leistra die zo vaak in belangrijke wedstrijden, en dat is het natuurlijk een interland tegen de Sovjet-Unie, goed speelt. Dat is luxe, Weterings en Parlevliet eruit, Sebastiaan van Ede. En met nummer luxe als je zulke mensen op de bank hebt en ook durft te wisselen. Mooie 1-2 en Stefan Veen die aan de haal gaat. Die speelde eergisteren ook goed en wilde het hier opnieuw laten zien. Tot aan de achterlijn, dan voor Taco van der Honert die het af had kunnen maken. Maar die in ieder geval een strafcorner overhoudt omdat hij op de stick geslagen werd.
Brinkman voor het aanschuiven. Stop. Op de keeper, die dit keer op de goede plek ligt, Pleshakov. Dat is Van Ede, gaat goed de cirkel in. Probeert dan Van de Honen te bereiken, krijgt dan in tweede instantie zelf de bal. En maakt er 4-0 van, een leuke binnenkomer. Nogmaals die actie, naar de achterlijn toe. Proberen in het centrum daar Van de Honen te pakken en hem dan zelf terugkrijgen en inschieten. En dat is een klein feestje waard. Sovjet-Unie bleef hockeyen. Altijd weer Pleshakov zoekend. De man die het eigenlijk zou moeten doen. En daar is hij weer, de alerte Lijstra, tot op de rand van de cirkel. Laatste kans misschien om nog iets aan die 4-0 te doen. Mooie uitslag, dat is zeker. En die bal gaat naast het doel. Het was Van de Honert. En luistert u. Het blijft 4-0 en Nederland is in ieder geval zeker van de plaats in de halve finales. Dit is de stand in de pool. Plaatsing voor de halve finale kan Oranje nauwelijks meer ontgaan. Het Nederlands team speelt morgen nog tegen Polen. En woensdag tegen wat doen we tegen de Polen vandaag? De Polen die nog nooit van Nederland hebben gewonnen, zullen ze vandaag ook niet doen. Hans Brian is hier met zijn verhaal. Kom maar. Nederland trad aan zonder Leo Klein-Gebbink, die lag met koorts in bed. Waardoor Stefan Veen rechtsbuiten speelde en Parlevliet op het middenveld. De eerste minuut, meteen een aanval van de Polen, was al eerder gebeurd deze week. De eerste minuten, altijd een zwak begin, de redding was van Lijstra. Lange hoekslag dan, bal komt hoog in de cirkel, maar afgefloten wordt. Niets is minder waar, het wordt een strafcorner tegen Nederland. De man die in moet slaan is Mustalalowski. Een Pool die een behoorlijke klap heeft. Afschuiven. En dan is het toch Mustalowski die de stand op 1-0 brengt. En dat is het eerste tegendoelpunt voor de Nederlanders in dit toernooi. Nogmaals die actie, het afschuiven. Je verwacht bij zo'n eerste bal natuurlijk rechtdoor. Het wordt afschuiven. Mustalowski 1-0. Lijstra is niet blij, want die wil natuurlijk zo lang mogelijk zonder tegendoelpunten. Komt het antwoord snel? Dat was de vraag. Dit is Brinkman. Die wordt buiten de cirkel hard aangepakt. En dus ook hier een strafcorner. Bovenlander. Hoge push, langs de lijnverdediger, 1-1, derde minuut. Achtste doelpunt van Bovenlander. Prachtig genomen, daar is geen antwoord op. Parlevliet. Zoekt Veen, Veen raakte de bal ook aan. Vrije slag Nederland. Stefan Veen was erg ontevreden dat hij niet in de basis stond. En dus heel blij dat hij er nu wel in stond. En hij scoort, 2-1. Daar lag een mogelijk probleem voor Bianchi als Gebbink niet af was gevallen. Want Veen wilde spelen en nu begrijpen we waarom. Brinkman, zijn 100ste interland vandaag. Dat geldt ook voor deze man, Taco van der Honert. En opnieuw een strafcorner voor hard aanpakken net buiten de cirkel. Bovenlander staat op scherp en dat wilde hij ook laten zien. Goeie redding. En van de lijn gehaald door de nummer 7 van de Polen, Wiewiewski. Ja, en dan is Bianchi er nog niet gerust op. Mis. En dan kun je doorgaan. Kijk eens hoe handig Van de Honert dat doet. Het is er toch een schitterende speler. Krijgt de bal dan ook nog voor. En daar is hij opnieuw, Stefan Veen. Zijn vierde doelpunt. En 3-1 voor Nederland. Ondertussen was er een glansrol voor de keeper van de Polen, Paweł Szubczak. Wist heel wat reddingen te verrichten, anders was het voorrust al een monsterscore geworden. Krijg je zo'n bal goed in de cirkel? Ja, dat krijg ik. En dan gaat hij net naast via de stick van Taco van der Honert. Die natuurlijk in die 100ste dolgraag wil scoren. Bovenlander wordt onderuit gehaald en opnieuw strafcorner. En de vraag is dan of Bovenlander rechtdoor blijft staan of ook eens een keer een variatie doet. Dat doet hij hier en daarom krijgt Weterings de kans om zijn doelpuntje mee te pakken. 4-1. Kijkt u maar. Stop is goed en dan kun je eigenlijk alles als je veel geoefend hebt. En dat heeft de Nederlandse ploeg. En dan lijkt het alsof het een erg eenzijdige wedstrijd is. Dat is het in feite ook. De Polen waren erg lief en daarom kon zo'n man als Van der Honert met die techniek schitteren. Hier gaat Delissen de cirkel in, wordt dan hardhandig aangepakt en dan is er maar één straf volgens de scheidsrechter. En dat is een strafbal en dus de kans voor Bovenlander om zijn score op te voeren.
Geen enkele kans voor de, zei het al, goedkeepende Sopzak. 5-1 en dat zou ook de ruststand zijn. Weterings. Samen met Delissen, die goed de cirkel in kan. Kans voor Weterings om te scoren. En dan krijgt hij de stik niet tegen de bal. Ook niet 100% in vorm nog, Weterings. Delissen breed. Bovenlander. Vindt Brinkman. Brinkman goed de cirkel in. Wie maakt het af? Weer de stop van Sopzak, maar wel een strafcorner. Ja, hij heeft heel wat moeten doen, die keeper. En hier ging dat een keer fout. Hij kreeg de bal op de knie. En wat deze oefening daarmee te maken heeft, is niet geheel duidelijk. Brinkman, bovenlander. Schitterende push, weer hoog bij de lijnverdediger langs. 6-1. Ja, en dan volgen er een hele rij. En die laten we maar gewoon even achter elkaar zien. Weer is het raak, bovenlander, 7-1. En de volgende, en weer bovenlander, 8-1. Dit keer laag in de andere hoek, maar allemaal met pushes. En hij is er blij mee. Hij heeft er nu 12. En hier dan de kans om de 13e te laten noteren. En die slaat hij weer een keer rechtdoor. 9-1. 13 doelpunten maar liefst in dit toernooi van Floris-Jan Bovenlander. De laatste minuut dan, met opnieuw de aanval via Delissen, die samen met Brinkman eigenlijk alle aanvallen verzorgde. Van Ede is ingevallen voor Weterings op Brinkman. Brinkman, nee, nu aan de bal en die scoort heel gemakkelijk. Brengt dus in zijn 100ste interland de stand op 10-1. Dat zal ook de eindstand worden. En dat betekent dat Nederland 29 doelpunten voor heeft en 1 tegen. En nog een wedstrijd tegen het ook zwakke Italië te goed heeft. Dan pas volgt het echte werk in de halve finale. En natuurlijk, naar mijn hoop, in de finale. Reden ook voor een klein feestje toch aan het eind. Want natuurlijk moeten Taco van der Honert en Brinkman een prijsje krijgen. Zij zijn de 22e en de 23e speler die boven de 100 in het land zijn gekomen bij het mannenhockey. En zo is de stand op het ogenblik. Nederland heeft volle winst gepakt. De Sovjet-Unie en Frankrijk die dollen een beetje daar achteraan. En de rest mag toekijken van grote afstand. Een 10-1 overwinning dus voor de onzen vandaag in Parijs. Het is een beetje geflatteerd, maar 10-1 mag er zijn. En wat te zeggen van die floppy? Die bovenlander die slaat ze erin of het helemaal niks is. 13 doelpunten heeft hij nu achter zijn neus staan. Kost het hem helemaal geen moeite om te scoren? Het heel makkelijk. We hebben vanochtend de video bekeken tegen de Polen. Ja, het bleek dat de push gewoon heel goed kon. Nou, dan gaan er meteen 2 in. En dan is het even een variatie doen. En dan blijkt het dat we inderdaad gewoon pushen, laag en hoog en makkelijk ingaan. Word je nu niet in slaap gesukkeld? Want het echte kampioenschap begint natuurlijk nog, hè? Nee hoor, wij weten heus wel dat tegen Engeland, tegen Duitsland, dat het hele andere wedstrijden zijn. En als de halve finale begint, dan zijn we heus wel fel genoeg om daar goed de partij te leveren. En dan gaat de strafcorner ook wel iets moeizamer, denk ik? Dat neem ik aan van wel, maar... Ja, we hebben er alle vertrouwen in. Ik denk dat ook die wedstrijden dat we gewoon op de corner kunnen rekenen. Ik zeg een wat lange warm warming-up voor de finale van het Europees kampioenschap. 6-0, 9-0, 10-1. Al dat soort uitslagen kwamen al tot ons. En vandaag was Italië de tegenstander. We beginnen met u de excuses aan te bieden voor het feit dat het technisch niet helemaal in orde was vandaag tussen Parijs en Hilversum. U hoort dus wat gekraak of u hoort soms helemaal niks. Hans Brian in ieder geval zat hier te kijken en hier volgt zijn verslag. Italië is er nog puntloze hockeydreumers uit de A-pool. En dus geen enkel probleem voor een Nederlands elftal dat al zoveel gescoord heeft en het dus ook hier moet kunnen. De paas is van Mark Delissen, komt bij Parlevliet terecht. Parlevliet die de strafcorner verovert. Parlevliet opererend op het middenveld. Dat betekent dat Leo Klein-Gebbing niet opgesteld werd en Stefan Veen in de spits stond. De redding is van Girardi en het is opnieuw een strafcorner. Kijkt u maar, gevaarlijk spel van de nummer 2 Manzoni. Brinkman. Schuift goed aan, afschuiven en dan is het 1-0 via Gijs Weterings. Bovenlander met de schijnbeweging, het puntje van Mark Delissen en onderkeeper Girardi door Weterings. Dit is Girardi. Dit is de beste man van de Italianen, Giuliani, maar die verspeelt de bal, Taco van der Honert. Delissen zoekt, vindt Parlevliet. Buitenom komt dan Stefan Veen. Die moet naar de achterlijn, doet dat niet, speelt de bal de cirkel in. En daar is de uithaal van Weterings en die gaat spijkerhard
achter keeper Girardi zijn tweede doelpunt in de 21ste minuut. Kijkt u maar. Dat is een favoriete plek, randcirkel. Weterings heeft een hele snelle pols. Van der Honert. Desperaat op zoek naar eigen doelpunten. Kijk eens wat er allemaal nodig is om hem allemaal om hem af te houden. Vrije slag. Weterings. Delissen. Waar kan hij de bal kwijt? Natuurlijk bij Veen. Veen pakt de eerste, pakt de tweede, gaat naar de achterlijn. Brengt de bal dan goed voor. En daar is het weer een voetje van een van de Italiaanse verdedigers. En dus strafcorner. 27ste minuut. En zoals ook het eerste doelpunt tot stand komt, komt ook dit derde doelpunt tot stand. Voor toch langzamerhand wat supporters. Het afschuiven opnieuw van Delissen. En dezelfde hoek, Weterings. 3-0. Delissen. Nadrukkelijk aanwezig. Van de Honert. Dat is natuurlijk afhouden. Voordeelregel. Nu dan wel. De man is Brinkman. Speelt een uitstekend toernooi. Is eigenlijk al in vorm sinds de Champions Trophy in Australië. Hard bovenlander. 4-0. 37ste minuut. Eerste helft. Knappe goal. Hij is op weg naar het record dat Paul Littjes op de EK gezet heeft. Met 17 doelpunten. Dit is de 14e van Bovenlander. En dan de tweede helft. Bovenlander speelt goed door. Stefan Veen loopt door. En tikt de bal nog net tegen de voet van Ugo Follena. Strafcorner. Brinkman. En in één keer raak. Via opnieuw Bovenlander. Kijkt u maar. Stoppers perfect. En dat komt natuurlijk omdat er zo goed aangespeeld wordt. En dan is er geen enkele kans voor de inmiddels ingevallen keeper. Massimiliano Fabri, die heeft de plek overgenomen van Girardi. Basis van Parlevliet. Veen. Kijk eens hoe handig die toch is. Gaat om alles en iedereen heen. Ook om Biasseton. En scoort prachtig in de verste hoek. Zijn vijfde doelpunt in dit toernooi. En 6-0 voor Nederland. Het is kortom éénrichtingsverkeer. Met een Nederlandse ploeg die zich lekker uit kon leven. 27ste minuut dan. Taco van der Honert keurig 1-2 met Weterings. Weterings terug op de stik van Biasseton. Opnieuw Taco van der Honert. Op de stik getikt. Strafcorner. Ja, natuurlijk zijn de Italianen het er niet mee eens. Maar dat helpt niet. Bovenlander moet zo onderhand eens een keer rechtdoor gaan. Doet hij dat ook? Dat doet hij. En hij misnipt. Weterings. Van der Honert. Zoekt waar hij de bal kwijt kan. Gaat richting keeper Fabri. En krijgt een strafcorner. Dit is overigens Ricardo Biasseton. Stop. Mooie schijnbeweging. Goed doorzien door de nummer 4 Follena. En dan alsnog haalt Bovenlander uit. En weer staat het vizier niet helemaal scherp. Brinkman. Prima opdreef, ik zei het al. En hier zijn vijfde doelpunt in dit toernooi. 7-0. Heel knap, middenvelders die makkelijk scoren. Maar hij is een van die middenvelders. Na deze keurige 1-2 met Weterings. De kans dan eindelijk voor Capone. Die is zo gretig dat hij de stik in de richting van de helm van de Nederlandse keeper Bart Looijen gooit. Die inmiddels in het doel gekomen is dus voor Frankie Leistra. Capone is de achternaam en de voornaam is Marcus. Hij moet dus een Duitse moeder hebben. Kansje voor Taco van der Honert, die is net iets te laat. Weterings met de lange hoekslag. Bovenlander. En die mag raak zijn. Ja, heel triest. Het is de 16e van Bovenlander. En dan in de slotminuut Gijs Weterings nog een keer. Speelt Brinkman goed aan. Dat is de voet van de nummer 7. Matteo Nicoletti. De strafcorner. Afgeweerd. Nieuwe kans via Stefan Veen. Die gaat buiten de cirkel. Dat is heel handig wat hij doet. En krijgt dan een lange hoekslag. Kiliani raakte de bal het laatst. Op Jan-Willem Neuberg, die ingevallen is voor Wouter van Pelt. De bal gaat goed de cirkel in. Gaat dan omhoog via de stik van Paolo Dellano. Strafcorner met nog 2 minuten te spelen.
stop van Delissen, afschuif en dus kan Beterings het afmaken zoals hij dat in de eerste helft deed. Zijn 8e doelpunt waarmee hij gelijk staat aan de West-Duitse Karsten Fischer. 9-0 eindstand, 38 doelpunten voor, 1 tegen Nederland, ongeslagen. Nu begint het echte werk in de halve finale. En hier ziet u de stand in de pool van Nederland. Nou, daar hoef je verder niets bij te zeggen. 10 punten, 5 wedstrijden, 38 voor en 1 tegen. En nou is het de vraag tegen wie Nederland zal spelen. Straks in ons sportjournaal hopen we de uitslag te hebben van de wedstrijd die op dit moment in Parijs...